Wat voor broek wil ik? Workpants? Workpants. Nee. Shorts? Nee. Cargo? Nee. Sport? Nee. Suit? Ja, suit. Welke wil ik hebben? Yo, kijkers van Doe Maar Gamen! Vet dat jullie kijken naar een nieuwe Grand Theft Auto 5 online video. Mijn naam is Job en ik ben weer teruggekeerd met mijn mooie roze muts in Grand Theft Auto 5 online. En jongens en meisjes, ik zou zeggen, laten we gewoon lekker gaan beginnen met ons nieuwe avontuur in Grand Theft Auto 5 online. Geen idee wat ik deze aflevering wil gaan doen. Geen idee hoeveel slachtoffers er deze keer weer door mij met mijn mooie roze muts gemaakt worden. Maar één ding weet ik wel. En dat is dat het weer een hele sensatie gaat worden. Wat ik sowieso eerst even wil gaan doen. Want ik zag namelijk mijn joblist. En laten wij deze gaan doen van Lamar. Even kijken. Er zijn 1 tot 2 players nodig. Dus ik kan deze missie dus ook in mijn eentje doen. Als ik weer eens een keertje forever alone ben. Dus jongens en meisjes, wij gaan de missie van Lamar doen. Zeer waarschijnlijk in ons eentje. Misschien wel samen met iemand. We zullen het zien. En we kunnen hem op moeilijk zetten. Dan krijgen we wel 1,5 keer zoveel RP. Dat is geloof ik een soort van XP waardoor je dus sneller level up kunt gaan. Maar laten we anders maar gewoon gaan voor normal. Even voor alle duidelijkheid jongens en meisjes. Ik heb deze missie echt nog nooit eerder gespeeld. Dus ik heb geen idee wat ik moet doen. Oké, we moeten ergens naartoe. Geen idee of we daar naartoe moeten lopen of dat we deze auto even kunnen gebruiken. Ik neem aan dat we deze auto kunnen gebruiken. Want dat is namelijk de enige auto die hier te vinden is. Dus meneer Otatpol, ik heb geen idee waarom je die naam hebt gekozen, maar beter dan People Jopje, wat dus eigenlijk gewoon mijn Minecraft naam is. Mijn naam hier in GTA is uiteraard gewoon Doe Maar Gamen, maar wij moeten naar de chef toe. Ik heb eerlijk gezegd geen idee wat dit voor missie gaat worden, dus we zullen het vanzelf gaan ervaren. Ik neem aan dat we hier gewoon doorheen mogen rijden. Ik weet niet of we de weg hadden moeten volgen, want ik zie namelijk geen waypoint niet, dus dat zal waarschijnlijk wel. Oh, kut! Oké, okay, rustig Job, rustig. Hou je auto nog een klein beetje heel. Ik heb namelijk wel het leven van iemand anders in mijn handen, omdat die namelijk bij mij achterin zit, dus dan moet ik misschien wel even lichtelijk. Oh, kut. Ik kan ook echt niet normaal rijden, hè, jongens en meisjes. Oh, kut. Nee, oké. Okay, alles gaat nog goed. Alles gaat nog goed, jongens en meisjes. Oké, okay, er staat dat we maar 1 leven hebben. Dat zie ik namelijk rechtsonder in beeld staan. En wat repo precies betekent, ik heb geen idee. We zullen waarschijnlijk wel iets terug moeten halen wat gestolen is of iets dergelijks. Ik weet het niet. Ik hoop in ieder geval dat ik deze missie kan gaan voltooien. Want dan krijg ik namelijk weer een hele hoop punten erbij. En als het goed is ook weer een hele hoop cash. Wat ik natuurlijk ook heel erg goed kan gebruiken. Want ik heb jullie namelijk meerdere malen hier beneden in de reacties zien commenten als het ware. Van Job, koop nieuwe kleding. Job, ga naar de kapper. Job, doe dit. Oftewel, Job, verdien geld en leef het goede leven in Grand Theft Auto 5. En dat is dus eigenlijk ook een beetje kort gezegd hetgene wat ik wil gaan doen. Sowieso vind ik het raar dat er geen lijntjes aangegeven linksonder op de map. Want normaal gesproken zie je namelijk altijd zo'n mooi lijntje. En dan heb ik het dus niet over een cocaïne lijntje voor de doordenkers hier. Gewoon een normaal lijntje. Een richting aangevend lijntje, zeg maar. Oh, ik ben ook echt zo goed, hè, in het rijden. Ik bedoel, de staat die verdient aan mij gewoon. Eigenlijk maakt de staat alleen maar onkosten aan mij. En alle mensen die ik dood maak. En alle hekjes die ik kapot rij. Maar ik ben gewoon een hardwerkend individu in deze menselijke samenleving. Dat is misschien niet waar. Misschien ben ik eerder... Oh, kut. What the fuck? Waarom schiet die kerel nou weer? Gast, niet doen. We zitten gewoon op een openbare weg. Stop met schieten, gast. Ben je dom of zo? Waarschijnlijk wel. Oh, ik ben ook best wel dom. Want ik ben namelijk nu op een plek waar ik geloof ik helemaal niet moet zijn. Oké, even voor alle duidelijkheid. Er zit een of andere maniak bij ons achter in de auto. Die het leuk vindt om onschuldige voorbijgangers dood te schieten. Dat is natuurlijk iets wat ik echt nooit zou doen. Je zou mij echt nooit met mijn pistool uit het raam zien hangen. Om onschuldige mensen dood te schieten. Dat is echt buiten mijn normen en waarden om. Oké, misschien heb ik dat wel 1 of 2. Oké, misschien heb ik dat wel 3 of... Oké, misschien heb ik dat wel 5 of 6. Oké, misschien doe ik dat ook altijd. Maar dat geeft hem niet het recht om het ook te doen. Oh kut. Wat de fuck gebeurt er met mijn auto? Waarom duurt het zo lang voordat we bij de juiste plek zijn? Ik heb geen idee voor de goede kant. Ik heb het idee dat we de goede kant op rijden. Stop met schieten, maniak. Ik heb jou niet voor niets achter in de auto genomen. Nee, niet om mensen dood te schieten. Helemaal geen onschuldige mensen. Eigenlijk is iedereen wel ergens aan schuldig in krant. Oh kut. Niks aan het handje. Niks aan het handje. De auto is nog heel. Oké, we zijn er nu echt bijna bij in de buurt, gelukkig. Ik was namelijk al even bang dat er geen einde aan zou komen. Oeh, wacht. Ik heb een beetje idee. Ah, kutzooi. Oh, nee, wacht. Tweede kans. Ja, nice. Oké, stap uit. En pak de motor. Kom je bij mij achterop? Meneer. Ja, eindelijk. Hij snapt hem hoor. Hey, kom eens bij mij achterop. Kom eens. Kom achterop mijn motor. Kom nou eens achterop mijn motor. Je bent ook echt irritant. Eindelijk. Meneer die... Ja? Oké. Ja, kijk. Super. Motor heeft veel meer swag. Waarschijnlijk ga ik nu 10 keer zo hard dood. Ik bedoel, ik ging al net al bijna dood. Maar dat maakt niet uit. Oh kut. We leven nog. Oh kut. Oké, we gaan hier wat tussendoor. YOLO! Oh shit!
Oké, niks aan het handje. Niks aan het handje. Nee, alsjeblieft. Oh ja hoor, ik heb een maniak achter op mijn motor genomen. Die het leuk vindt om iedereen en alles dood te schieten. Goed plan, Job, goed plan. Ik ben nog steeds niet die chef, dus geloof ik een rijdend iets. Dat kan niet anders. Want het kwam namelijk zojuist dichter in beeld, maar nu is het alweer veel verder van me verwijderd. Oké, gaan we wel goed? Ja, we gaan wel goed op het moment. Oké, let's go. Ja, oké, we zijn er. Hij rijdt niet, oké, hij rijdt niet. Het is een stilstaand iets, goed. Oh, kut. Oké, wijk uit, Job. Niet voor de trein gaan met je fucking motorcycle. Is geen goed plan. Oké, we zijn er, guys, we zijn er. Ik weet nog steeds niet wat de gehele missie nou eigenlijk is, maar we zijn er. Oké, hier moeten we zijn. Oh ja, tuurlijk, joh. Spring lekker van de motor af en ik nog aan het rijden ben. Ongeduldige klootzak dat je er bent. Oké, we zijn er. Hier moet ik overheen springen. Wat is hier? Oh, dit is dat ding wat we moeten stelen waarschijnlijk. Check it out. Ja, check it out. Mooie auto heb je daar. Oké, doe maar gamen. Collect it. De Schefter. Oké. Ja, jongen. Met je fucking machinegeweer. Ga erin. Oh, kut. Boze mannen. Oh, nee. Ja, wat ben jij toch ook een idioot? Ja, jammer hoor, teamgenoot. Jammer. Schiet jij die mannen maar dood hoor. Ik ben weg. Ja, je bent dood gegaan. No shit. Je springt een rijdende auto uit. Terwijl er een stel gangsters achter me aan zitten. Nou, G-fucking-G, ouwe. G-fucking-G. Ik ben niet de slimste die ik ooit heb gezien. Maar het gaat lekker. Ik bedoel, we zijn de gangsters geloof ik alweer zo goed als kwijtgeraakt. Of ze zitten zelf ook in een auto. Dat zou best nog wel enigszins nadelig zijn, zeg maar. En aanrijding! Ik hou zoveel van aanrijding, hè, jongens en meisjes. Jullie willen niet weten. Ik kan het niet laten. Ik voel me sexy als ik mensen doodrij op mijn auto. In mijn auto. Pa. Oh, kut. Oh, kut. Ja. Heb ik het gehaald? Heb ik het? Ja? Zeg maar alsjeblieft niet dat mijn teamgenoot ook bij me moet zijn. Oh, hij moet hier staan. Ik schrok eigenlijk al. Oké, nice. Hebben we het gehaald? Ik hoop het. Ja? Oh, yeah. Ik heb de missie gehaald. Ik skip nu deze kant. Zien. Ik skip nu... Waarom? Mission passed! Oh yeah! Hopelijk krijg ik hier een beetje geld voor. Oh yeah, that's how we earn the money, bitches! Nice! Dit vind ik een leuke missie. Dit vond ik een leuke missie, moet ik eerlijk toegeven. Ik vond het leuk. Jammer dat mijn teamgenoot als een of andere psycho naar buiten begon te schieten. Vond ik wel weer ietsje minder. Maar voor de rest, ik bedoel, het was een leuke missie, dus dat voordeel mag er dan wel weer zijn. Oké, jongens en meisjes, we zijn terug in de wereld van Grand Theft Auto Online. Geen idee waarom ik zo raar praat. En de missie die ik zojuist speelde, vond ik best wel heel erg awesome. Laten we eens even gaan kijken wat voor vette dingen wij allemaal nog meer kunnen gaan doen in Grand Theft Auto Online. Even kijken, wat hebben wij hier? Wij hebben hier een ammunition with range. Waarschijnlijk kun je daar iets... Wat? Wat? Nee! Wat? Waarom ben ik doodgeschoten door A-sleut? Fuck jou, A-sleut. Ja, motherfucker. Ik heb helemaal niks gedaan. Ik dacht dat we vrienden waren. Oké, dat dacht ik misschien ook niet, want ik ken je namelijk niet eens. Maar hey, het zal allemaal wel. Ik pak deze mooie raceauto hier, want die ziet er namelijk best wel episch uit als je het mij vraagt. Dus daar duik ik in ieder geval even lekker in. Oh, deze is van iemand. Verdorie. Oké, dan moet ik even kijken of ik iets anders kan gaan doen. Wacht, ik heb een idee. Ik heb een briljant idee. En het briljante idee is waarschijnlijk een iets minder briljant idee omdat het klinkt. Want briljant klinkt namelijk best wel briljant. Maar in mijn ogen is briljant meestal niet het briljante wat in jullie ogen briljant is. Ja, oké, ik pak deze auto. Stop, auto, stop. Oh nee, laat maar. De race is er al. Moet ik dan niet eerst een auto hebben überhaupt mee te kunnen doen aan deze race? Ik weet het niet. We kijken wel. We gaan in ieder geval even lekker op dit mooie blauwe iets staan. Ik wil een mooie in het roze. Ik doe de thumbs up als ik win. En ik zou zeggen, confirm this shit. Het zou leuk zijn als ik ook even wat geld kon inzetten. Ik ga voor 500. Vind ik best wel netjes. Hey guys, het is de Slipstream GP. En wij spelen tegen een man die het getal 1987 in zijn naam heeft staan. Ik ben er helemaal klaar voor. We hebben allebei een hele mooie auto. Ik hou van de kleur geel. Hij schijnbaar van de kleur grijs. En let's go. Ik ben heel erg benieuwd of dit een beetje een epische race gaat worden. Ik moet eerlijk toegeven. Dit is echt een van de allereerste. Misschien wel de allereerste autorace die ik doe in Grand Theft Auto 5 Online. Dus ik ga waarschijnlijk keihard falen. Maar hey, wie niet maagd blijft maagd. Dus laten we er maar... Oh my god, hij is nu al gewoon sneller, hè. Die bitch die is nu al gewoon sneller. Die bitch die weet dat hij... Ah, lekker voor... Oh, kut. Ja, misschien was dat toch niet zo handig om te doen. Heb ik hem nou juist onderuit gehaald? Ik weet het niet. Oh, kut. Hij komt back. Ja, fuck jou. Oh, nee. Oh, gaan we zo spelen? Gaan we zo... Kom maar hier, bitch. Dan zal ik je eens even laten zien wie de baas is. Jij freaking... Oh, kut. Ik moet trouwens wel goed blijven. Oh my god, you're serious right now. You're freaking... Ik ga dit verliezen. Ik ga dit zwaar verliezen. Ja, ik kan inderdaad wel vanuit gaan dat ik dit zwaar ga verliezen. Oh, ik ben echt zo... Oh, nee. Oh my god, dit is niet goed. Dit is niet goed. Oh, wacht, hij is daar gewoon nog. Hij is best nog wel dicht bij me in de buurt in principe. Ik ben echt... Nee, ik ben niet zo slecht in, hè. Ik ben zo slecht in die races waarbij je allemaal van die moeilijke bochtjes moet maken. Daar hou ik echt niet van. Dat is echt niet mijn ding, zeg maar. Als je mij vraagt, Job, is dat jouw ding? Dat is echt niet mijn ding. Misschien kan ik hem even gaan beuken. Ja, ik wist dat je dat zou gaan doen, hoor. Ik wist het wel, jij dwaas. Zometeen gaat hij vol naar de zijkant beuken wanneer ik zeg maar met mijn voorkant tegen hem aan zit. Want dan kan hij mij namelijk heel makkelijk onderuit halen. Ah, kut. Oh, kut. Oké, niks aan het handje. Niks aan het handje. De man die zit nog voor me. Maar dat maakt niet uit, want we gaan namelijk proberen hem in te halen. Come on. Ah nee, kut. Kom op, ik wil winnen. Ik wil geld zien en experience en dergelijke. Ik wil niet verliezen. Kom op, we kunnen dit. Ik moet gewoon niet remmen wanneer ik door de bochten wil. Maar ik moet denk ik gewoon even mijn gasknop loslaten. Anders verlies ik namelijk te veel snelheid. Oké, nog één lap jongens en meisjes. Nog één lap en dan is er een definitieve winnaar. En hopelijk ben ik die definitieve winnaar. Dat zou namelijk best wel leuk zijn. Kom op. Ik begin hem in te halen jongens en meisjes. Ah nee, ja nice. Oké.
Oké. Ik heb zojuist een voorbijganger doodgereden. Ik heb zojuist... Oké, maar dat maakt niet uit. Het gaat nog goed. Kut. Ik zie wel wat je van plan bent, toch? Ah, kut. Nee. Shit. Ik had het idee dat ik het zou gaan halen. Fuck. Oh, nice. Ah, kut. Oh, dit is zo kut. Oh, kut. Dit is zo kut, hè. Dit is zo kloten. Ja, hij gaat het halen. Ga er maar vanuit dat hij eerste gaat worden. Ik ben freaking screwed. Come on. Bouw die snelheid op, Job. You can do this. Kom op. Ik zie nog geen finish in beeld. Please, bouw die snelheid op, Job. Ik ga hem beuken zo meteen. Kijk, nu komt die afslag. Kut! Nou, tenminste. Ik ben nog op de baan. Come on. Ja. Nee. Oh, kut. Hij gaat de finish halen. Kut! Shit, hij heeft het gehaald, guys. Hoe de fuck rem je dan? Ik was elke keer op deze aan het drukken. Kijk, dit is gas. Ja, deze hier. En ik denk dan dat er zit remmen, weet je. Tegenovergestelde knop. Misschien is dat logisch. Maar schijnbaar werkte dat niet helemaal zo. Want ik was namelijk elke keer aan het toeteren, geloof ik, toen ik probeerde te remmen. Maar nou, ik moet eerlijk toegeven. Ik ben dan misschien wel 500 van mijn inzet verloren. Ja, doe maar zo, hoor. Zeker omdat jij een rijke zakenman bent met een mooie sportwagen die wint van deze jongeman hier. Heb jij het recht om je middelvinger op te steken? Het was in principe toch wel weer een hele epische race. Oké, jongens en meisjes. Terug in de wonderenwereld van Grand Theft Auto 5. Wil ik nog even één dingetje gaan doen voordat ik deze aflevering ga afsluiten. Dat is deze man door zijn hoofd schieten. Jullie vragen je af, Job, waarom schiet je nou weer een man van zijn motor af? Omdat vind ik leuk. Nee, maar even serieus, jongens en meisjes. We hebben op het moment 21.000. Wat in principe best wel wat is. Dus wat ik als allereerste even wil gaan doen. Is ik wel even naar het internet toe. Is ik wel even naar de bank toe. Die hier zo te vinden is. En als het goed is, kan ik dan nu heel even snel iets op de bank. Ik hoor iets. Ik weet niet wat ik hoor, maar ik hoor wel iets. En als het goed is, kan ik dan nu heel even snel het geld op de bank gaan zetten. Want veel mensen die hadden mij dat namelijk aangeraden. Omdat ik anders misschien mijn geld kwijtraak. En dat willen we uiteraard niet. Dus als het goed is, boom, heb ik nu het geld op de bank staan. En wat ik eigenlijk even wil bekijken is, ik wil ook kut. Ik word ook kut. Fuck you, politie. Nee, kut. What the fuck? Juan XYZ floored you. Fuck you, Juan. Shit. Maar eigenlijk wou ik in deze Grand Theft Auto 5 online video nog even gaan kijken of ik misschien een episch wapen zou kunnen kopen. Ja, ik ga met een bus. Dat is episch. Dan ben ik gewoon echt een buschauffeur in Grand Theft Auto 5. Ik bedoel, waarom zou je nou weer willen rijden in een prachtig... Oeh, nee. Laat maar. Het plan is gewijzigd. Ik heb veel liever deze mooie motor. Als het goed is, ziet namelijk niemand dat ik deze motor stil. Dan heb ik dus ook niet gelijk weer politie achter me aan zitten. Maar ik werd dus net op magische wijze in één keer aangevallen door een of andere vervelende tegenspeler die het leuk vond om mij te vloeren. Dankjewel, vervelende tegenspeler die het leuk vond om mij te vloeren. Fuck jou. Ik wil dus heel even snel kijken, want mensen die zeiden namelijk in de reacties ook best wel vaak van... Job, ga eens even kijken of jij misschien een aantal epische dingen kunt kopen in GTA Online. Want ik heb nu natuurlijk al een aantal afleveringen ervan geüpload. Niet heel erg veel natuurlijk. En ik ben natuurlijk ook nog helemaal niet zo heel erg ervaren. Maar ik heb al wel wat geld weten te verzamelen in Grand Theft Auto 5 Online. En ik heb uiteraard voor de rest ook al wel wat weten te levelen. Echt heel weinig daarentegen, maar in ieder geval wel iets. Pak jullie trouwens. Sorry voor het aanrijden, maar jullie staan toch wel lichtelijk in mijn gezichtsbereik. Of in mijn rijbereik, laat ik het zomaar even noemen. Maar als het goed is, kunnen wij hier even wat ammunitie halen. Dus laten we dat anders even gaan proberen. Ik parkeer mijn motor hier even. En ik moet eigenlijk binnenkort ook even kijken of ik een mooi appartementje zou kunnen kopen. Dat zou in principe ook wel episch zijn. Maar eerst even hier binnen. Ze zullen misschien lichtelijk denken dat dit een overval is nu ik hier zo binnenkom met mijn bivakmuts. Maar laten we er maar gewoon even vanuit gaan dat dat niet al te erg is. Oké, wat kan ik hier kopen? Ik kan nog niks kopen waarschijnlijk. Dat dacht ik al wel. Ik kan wel een pistool kopen. Heb ik die al? Heb ik een pistool? Ik kan een flashlight kopen. En een super sensor. Oh my god. Hij ziet er wel episch uit, maar dat is allemaal zo duur. En dat wil ik helemaal niet, want ik wil niet veel geld betalen, want ik ben een gierige Nederlander. Kan ik niet iets anders kopen misschien van Gear? Wat is dat? Dat is een oortelefoontje. Nou, fuck oortelefoontjes, weet je. Dat is veel te 2014 voor mij. Weet je, we gaan even naar de kledingwinkel. Dat lijkt mij een leuk idee. Fuck die shit, ik heb het wel gezien in de wapenwinkel. Oké, we zijn aangekomen bij de kledingwinkel. Laten wij daar even naar binnen gaan. Ik werd trouwens net weer beschoten op mijn heenweg naar deze kledingwinkel. Er zit gewoon een fucking bandiet achter mij aan die me elke keer moet hebben, die dwaas. Dus ik moet hem zo meteen even gaan doodmaken, denk ik. Maar dit ziet er natuurlijk niet uit, hè, jongens en meisjes, hoe we er nu uitzien. Wat nou als we een cap op onze bivakmuts kunnen zetten? Hoe zou dat er gaan uitzien? Dat zou waarschijnlijk wel echt fucking geniaal gaan uitzien. Dat wil ik even proberen. Kan dat? Kan ik? Ja, kijk, tops. Oh, dit is wat anders. Dit zijn... Oké, laten we even kijken bij suit jackets. Ah, classic, maar niet echt mijn ding. Ik wil even iets straks zetten. Nee, eerst even... We beginnen aan de onderkant. We beginnen eerst even met nieuwe schoenen. Dat lijkt mij een leuker idee. Ik wil nieuwe schoenen. Kan ik hier schoenen kopen? Zijn hier schoenen te koop? Tops? Nee, ik wil schoenen. Nou, vind je fuck schoenen? Nee, een broek. Laten we dan gaan voor een broek. Een broek vind ik... Oh nee, hier is een schoen. Eerst schoenen. Eerst wil ik nieuwe schoenen hebben. Sneakers? Ah, nee, vind ik niet mooi. Wat zijn dit? Skateschoenen. Zijn dit skateschoenen? Suburban. Klinkt episch. Nee,
dit vind ik van die All-Stars. Flip-flops, nou, dat vind ik ook niet mooi hoor. Boatshoes hou ik ook niet echt van. Running shoes is niet echt mijn ding. Sportschoenen is niet echt mijn ding. Oh, deze wel even. Dat zijn wel van die chique dingen. We gaan onszelf echt even transformeren tot een chique zakenman. Alleen het enige wat ik wil hebben bij mezelf, wat niet zakelijk is, dat is een freaking cap. Dat lijkt me echt zo geniaal. Echt helemaal fancy, weet je wel. Een pak met een stropdas. En dan één keer zo'n pet boven op mijn hoofd. Dat lijkt me geniaal. Dus welke wil ik hebben? Dit is echt zo moeilijk. Het zijn echt veel te veel. Ik kan mezelf een beetje. Niet mooi. Niet mooi. Oh, geel. Ja, geel. Zijn er meer? Er zijn er veel meer. Maar geel sprak mij. Is ook wel een soort. We gaan voor deze. YOLO. Ik vind het mooi. Ik vind het mooi. Dus ben ik alleen maar naar de schoenen aan het kijken. Daar heb ik ook geen zin in. Hats. Oh. Kan het serieus hier bovenop? Ah, dan zijn we onze bivakmuts kwijt. Maar dat maakt niet uit. Laten we eerst even. Nee. En hoed wil ik als laatste, weet je. Eerst wil ik mezelf even een beetje gaan pimpen. Waar zijn de broeken te vinden? Broeken. Broeken. Hier zijn broeken. Oké, let's go. Ik wil een nieuwe broek hebben. Wat voor broek wil ik? Workpants. Workpants. Nee. Shorts. Nee. Cargo. Nee. Sport. Nee. Suit. Ja, suit. Welke wil ik hebben? Deze is wel mooi. Oh, deze is chic. Dit is echt de chique shit gewoon. Wow, what the fuck? Nou, daar wil ik niet meer gezien worden. Sorry dat ik het zeg, maar dat is niet echt mijn ding, denk ik. Nee. Ik wil. Dit is allemaal te goedkoop. Ik had er al wel eentje gezien die ik mooi vond. Ik wil. Nee. Nee, wacht. Deze. Ja, die vind ik wel mooi. Laten we deze doen. Het ziet er zo random uit, hè. Ik ben nu echt vanaf mijn schoenen tot mijn broek ben ik heel erg fancy, zeg maar. En ik heb een gat in mijn rug zitten. Kan ik ook een nieuw shirt kopen ergens? Zijn hier ergens nieuwe shirts te kopen? Misschien niet. Ja, hier. Mooi blouseje. Kijken, tops. Leather jackets, t-shirts. Kunnen we een mooi t-shirt kopen? Mooi, een beetje een normaal t-shirt. Gewoon een beetje zakelijk. Snor, wauw. Oh my god, er zitten zoveel random t-shirts tussen, guys. Nee, ik wil iets moois. Een leather jacket misschien? Nee, dat is niet zoet. Ja, kijk, een mooi pak. Ah, is wel toepasselijk. Maar zijn er ook wat meer van die. Oh, nu ben ik in één keer. Oh, roze. Nee, dat wil ik niet. Hebben ze ook geel misschien? Hebben ze ook gewoon iets fels? Zoals geel bijvoorbeeld? Ik zou het dragen. Come on. Nou, ik wil geen Colbert. Ik wil iets cools hebben. Ik wil iets hebben wat eruit. Dit is wel cool. Maar nog steeds niet helemaal mijn ding. Dat is geen blouseje. Ik wil een blouseje. Oh, zo. Nee, geen polo. Oh, hier hebben we blouses. Ja, kijk. Dat past wel bij mij in principe. Zo'n streep iets. Zo'n blokjes iets. Deze schil. Die vind ik wel cool uitzien. Laat ik voor deze gaan. YOLO. Ik vind hem mooi. Oké, cool. Nu we dat hebben gedaan, zijn we van top tot teen bijna helemaal compleet. Maar dan ontbreekt de cap uiteraard nog. Dus die ga ik even voor mezelf regelen. Nou, dan gaan we jongens meisjes. Het moment der momenten. Een cap voor deze jongeman. Waarom kan ik niet? Ik wil een cap. Ja, nice. Nee, wat? Een cap zeg ik. Oh, dat is een kapstok. God, is ik helemaal bij de verkeerde kant, of niet? Ja, hier, hats. Flat caps? Nee. Caps? Ja, nee, dit past wel bij mij. Het begint ergens op te lijken. Nee, mijn hoofd ziet er zo raar uit. Ik moet echt eens een keer naar de plastische chirurgie, jongens en meisjes. Het is echt een fucking drama. Ik wil ook zo'n hoedje doen. Dat ziet er ook wel fancy uit in principe. Ja, zo eentje. Dan is gewoon zo'n gratis. Nee, ik wil geen gratis shit. Zo ben ik dan ook alweer. Geen gratis shit voor deze jongeman. Dit is ook wel cool. Nee, laten we. Wat zijn beanies dan? Het ziet er ook zo random uit, hè, to be honest. Nee. Nou. Dit kan er in principe wel mee door. Hebben ze die in het geel? Nou, ik neem deze hoor. Ik vind hem mooi. Kijk, ik ben tevreden met hoe ik eruit zie. Mijn naam is Job. Ik schiet mensen dood in Grand Theft Auto. Kan ik nu haar ook doodschieten? Of zou dat niet kunnen? Wat nou als ik nu gewoon hier de boel. Wacht even, ik wil een zonnebril. Ah, oh, ik wil een zonnebril. Ja hoor, een zonnebril kan niet ontbreken. Hipster glasses. Nee. Wat zijn dit? Ja, te doen. Casual. Nee. Sport. Nee, ook niet. High end. Nee. Gun range. Ja, ik vind die mooi. Nou, ik ben tevreden. En nu wil ik die vrouw doodschieten. Maar dat kan geloof ik alleen wanneer ik buiten sta. Dus ga ik naar buiten toe. Schiet ik die vrouw dood. En dan ben ik helemaal swagvol. Oké. Je gaat geen politie bellen. Ik wil het geld terug wat ik heb betaald voor de kleding. Wacht. Er is niks aan de hand. Er is helemaal niks aan de hand. Ik wil gewoon het geld hebben. Heb ik nu het geld? Ja, ik heb het geld. 51 maar. Jongen, ga eens aan de kant. Jawel, je moet aan de kant gaan, zeg ik. Oké, nice. Hoeveel hebben we? Oh, dat is wel echt heel erg teleurstellend, to be honest. Toch iets, weet je. Het is toch iets. Het moet ik eerlijk over zijn. Laten we nu snel naar buiten gaan voordat mensen doorhebben dat hij je kleding kopen en daarna de mensen doodschieten. Oh mijn god, jongens en meisjes. Ik ga het hier belaten voor deze Grand Theft Auto video. Vond je deze nieuwe Grand Theft Auto online video nou leuk? Dan mag je hem uiteraard even een dikke, vette like geven. Ook kun je natuurlijk even op die rode abonneerknop drukken hier onderaan de video. Als jij op de hoogte wilt blijven wanneer ik weer een nieuwe video heb geüpload. Hier op mijn gamekanaal Doe Maar Gamen. Laat me natuurlijk hier beneden even in de reacties weten wat jullie mij de komende tijd allemaal nog willen zien doen in Grand Theft Auto 5 online. En hopelijk zie ik jullie dan de volgende keer gewoon stuk voor stuk. Geen idee waarom ik dit gebaar maak wanneer ik het heb over stuk voor stuk. En hopelijk zie ik jullie dan de volgende aflevering gewoon stuk voor stuk weer terug bij een gloednieuwe aflevering van GTA 5 online. Hier op mijn gamekanaal Doe Maar Gamen. Ik heb swag en tot de volgende keer. En dan zeg ik, later mensen.